Normalisatie van de COVID-19-situatie is het belangrijkste wat elke ondernemer nu wilt horen. Dit haalde Cedric van Samson, DNA-kandidaat van de VHP, tevens ondernemer vandaag aan tijdens een persconferentie in de Olifant. Tijdens deze persbijeenkomst is er onder andere gesproken over het spoedig opstarten van de economie. De compensatiemaatregelen waarbij er door bepaalde bedrijven gevraagd is naar uitstel van betaling van belasting, is volgens Van Samson nog toekomstmuziek. Hij gaat in op zaken die tot stand moeten komen om de normalisatie zo spoedig mogelijk te laten ingaan. Vanuit de ondernemers is gewenst meer communicatie. Meer communicatie zodat de mensen weten binnen welke ruimtes te kunnen bewegen om zo spoedig mogelijk over te gaan met het proces van normalisatie. Omdat de inkomstenderving die vele bedrijven nu meemaken, zorgt voor een crisis die over een paar maanden nog te merken zal zijn. Hoe langer het duurt voordat we weer terug gaan naar normalisatie, des te groter het gevaar is voor bedrijven die over de kop kunnen gaan. Andere bedrijven praten nu al over afvloeien van personeel en mogelijke sluiting. Oké, maar er zijn ook andere zaken die daar ter grondslag liggen. Want als we nagaan de effecten van de valutawet, gelukkig dat er nu een besluit gekomen is daarin, maar de effecten zijn er al geweest. Bedrijven die schilderijen en art van Suriname verkochten, die moesten overgaan om het te prijzen in SRD. Daarmee verlies je een hele internationale markt. Hopelijk kunnen die zich weer herstellen nadat die situatie is genormaliseerd. Maar wat gewenst is, vooral naar de kleine ondernemers toe, is meer gerichte communicatie en beleidsvoering om terug te gaan naar normalisatie. Want we merken wel steeds dat angst wordt gebruikt als middel. En angst is een slechte raadgever. Wanneer je mensen in een angstige stemming kan brengen, dan is normalisatie naar het normaal dagelijks leven een stap die nog heel ver is. Ronnie Aluma, VHP-kandidaat en topsporter, zegt dat de COVID-19-maatregelen die nog van kracht zijn, op diverse gebieden voor ergernis in de samenleving zorgen. Hij zegt dat men strest omdat alle sportactiviteiten zijn stopgezet. En als topsporter kan ik zeggen, de sporters maken een heel vervelende situatie mee. Het is heel stressend, omdat vooral bij voetbal heb je inkomen als je traint en als je wedstrijden speelt. Zonder dat heb je geen inkomen. En de meeste topsporters in Suriname zijn schoolgaanden. En ze hebben ook verplichtingen. En nu zitten ze zonder een 1500 of een 200 SRD per maand. Er is geen inkomen en de stress neemt elke dag toe. We willen voetballen, we willen naar de gym gaan. En gelukkig laat de situatie er nu toe dat de overheid moet zeggen van laten we het weer versoepelen en de situatie normaliseren. Ronnie Aluma, DNA-kandidaat van de VHP. Hij sprak vanmorgen op de persconferentie in de Olifant. Ondernemers lijden volgens de VHP groot verlies door de COVID-19-crisis.